Ik ga jullie de beste manieren tonen hoe je een zadel kan krijgen in Minecraft. Dus laten we meteen beginnen. Wat ik persoonlijk een van de beste manieren vind om zadels te krijgen, is gewoon zadels gaan zoeken in lootchesten. Ik ga ze rangschikken van de kleinste kans naar de grootste kans. En op het einde ga ik ook nog 2 extra manieren geven hoe je makkelijk zadels kan krijgen. Uit de chesten in een stronghold kan je zadels krijgen, maar je hebt wel maar een 2,5% kans. En weet wel, in de chesten in de library kan je normaal gezien geen zadels krijgen, alleen maar boeken en nog een paar andere spullen. In de kisten in entities kan je ook zadels krijgen, je hebt namelijk een 13,4% kans om daar zadels uit te krijgen. Maar in die chesten kan je ook nog heel veel andere goede shit vinden. Een beetje daarboven staan jungle temples, want in de kist van een jungle temple heb je namelijk 15,5% kans om een zadel te krijgen. In de blacksmith chest van een village heb je een 16,3% kans om een zadel te krijgen, dus die kans begint al een beetje hoger te worden. In een desert temple chest heb je een 23,7% kans om een zadel te krijgen, maar zie wel dat je niet op de pressure plate landt, want anders gaat het niet zo goed mee aflopen, denk ik. In een dungeon chest heb je een 29% kans, en in de chest van een nether fortress heb je 35,7% kans om een zadel te krijgen. Dat is dus echt heel hoog. En een van de 2 bonus manieren is gewoon vissen. Als je gaat vissen heb je 0,8% kans om daar een zadel uit te krijgen. Maar je hebt enchantments zoals Look of the Sea en dat maakt gewoon de kans dat je een zadel of een ander treasure item krijgt veel groter. En als je in een village een leatherworker kan vinden en je maakt die level 3, dan is er normaal ook een kans dat hij een zadel gaat verkopen. Kijk de video die linksboven op je beeldscherm staat, want als je deze video tot eind hebt gekeken, zal die video ook wel interessant zijn. Daag!